Hallo, ik ben Arjan en welkom terug bij Hearthstone. Black Rock Mountain, de allerlaatste aflevering alweer. Want we hebben nog één ding te gaan en dan hebben we alle kaarten voor Black Rock Mountain binnen. Dat ene wat we nog kunnen doen is de Class Challenge. En best een dikke kans, ik hoop tenminste dat het een korte video wordt. Want we hoeven nog maar één strijd te leveren, dat is met de Paladin. Die moet opnemen tegen Omnitron en we gaan daarvoor een deck gebruiken wat is samengesteld door de makers van Hearthstone. Dus daar heb ik geen invloed op en we moeten gewoon ons best doen om er wat van te maken. Nou, laten we hopen dat het in één keer goed gaat. Let's go. Ik was niet agressief genoeg met die muisknop. Iets harder douwen. Practicing playing dead. Laten we dat eens doen. Eens kijken waar we mee kunnen werken vandaag. Zo, het duurt even. Uther versus Omnitron Defense System. Intruders detected. I will fight with honor. Oké. Deze twee gaan mooi samen met elkaar. En dat vind ik eigenlijk wel leuk. Dus ik hou eventjes dat vast. En Leon Hens mag even weg. Oké. Primary defense matrix. Initiate. Even kijken. Dit ding doet dus het volgende. Activate Arcanotron. En dan komt er een of ander ding tevoorschijn. Dat is Arcanotron. En daarna wordt het een andere hero power, want dan roept hij weer iets anders op. Het is een soort van defense mechanisme die het tegen wie het moet gaan opnemen. En ja, het kan... De vorige keer ging het best goed, maar ja... De vorige keer heb ik zelf het deck samengesteld. En nu moet ik het hiermee doen en ik weet niet wat het in gaat houden. Dus we gaan het vanzelf wel zien. Reporting for duty. Kijk, de volgende beurt kunnen we Blackwing Technician eventueel spelen. Die heeft als Battlecry namelijk dat als wij een draak hebben, dan krijgt het ding plus 1 plus 1. Dus dat lijkt mij een prima plan, want we hebben een draak vast. We hebben het als meerdere draken, zie ik al wel. Ja, we gaan dit gewoon doen. Hoppa. Goed. Come close and listen. Iron Sensei. Oeh, dit is lastig. Dit gaat lastig worden. Want deze kokmast wordt alleen maar sterker. Of deze. De Arcanotron, dat kan natuurlijk ook. Goed, wat gaan we doen? Give a friendly minion divine shield and taunt. Zullen we dat maar doen? Ja, dat gaan we doen. En is dat het meest efficiënt? Ja. Daar moet ik vanaf. Want hij heeft alleen maar max. Dit gaat helemaal uit de klauwen lopen als ik dit laat staan. Dus ik moet daar vanaf. Dus we doen het volgende. De Cockhammer. En dan tikken we... deze weg. En we zouden kunnen besluiten nog even feest te gaan hiermee. Ja, dan gaan we kaart trekken. Haha. Zo. Oké, goed. Ah, nu komt Toxitron erbij. At the start of your turn, deal 1 damage to all other minions. Ja. Dat kan lastig worden. Ik zit even te denken wat handig is. Wat is handig? Ik denk dat we dit misschien voor de beste... Het kunnen we mooi kaarten trekken. Als wij...
deze neerleggen. For justice. Deze pakken. Hem een tik geven. Zeg hem nog een kaart. Kijk, we hebben nu Leon Hens. Dus we zouden onszelf nog wel kunnen genezen straks. Goed. Nou, weg is mijn Twilight. Portals online. Powering up. Portals online. For a little while, I can't so. Punch. I am ready. Dit is pijnlijk. Dit is erg pijnlijk. We zouden dit kunnen doen. Even denken hoor, of dat handig is. Ja, ik denk dat we dat moeten doen. Opruimen. Twee magwarpers. Yep, dat gaan we doen. For justice. En nu komt zijn volgende tevoorschijn. Electron. Something needs tinkering? Oh, dat doet hij niet. Oké. Okay. I can fix anything. Ja, dit is wel lastig hoor. Zo. Goed, we moeten nu denk ik even proberen zoveel mogelijk hieruit te halen. Ik denk dat we sowieso deze weer moeten doen. Nee, wacht. Want we kunnen natuurlijk niet aanvallen nu. Ik denk dat we dit moeten doen. En dan zouden we dit kunnen doen. Voor een 3-5. Ja, dat is ook een 3-5. Ja, laten we dit maar doen. Oké. Okay. Ik ben bang dat hij de volgende beurt zijn volgende robot voor. Ja, zie, er is die Electron. Wat doet hij? All spells cost 3 less. En net als een manen weer terug. Oké, okay, en dan gaat face. En dat is natuurlijk verstandig. Oh man, dit gaat echt niet goed komen dit. Ah, oh, Consecration. Ja, dat zal ik wel moeten gebruiken nu, denk ik. Even kijken of ik dat nog wat slimmer kan aanpakken. Want dit ding heeft alle spells kosten met 3 minder. Dus ook de mijne. Oh ja, oké. Okay. Ik moet mezelf sowieso genezen. Dat heb ik heb geen keus. Dat moet sowieso gebeuren. Pakken we er een kaart bij. En dan ja, kunnen we eigenlijk maar één ding, dat is dit. En dan doen we dan dit. De grote vraag is, als ik deze neerleg, dan gaat hij. Ik hoop dat hij dan deze eerst aanvalt. Ik gok erop dat hij deze eerst gaat aanvallen. Dat hij niet face gaat. En dan ga ik keihard voor zijn gebakkers. Dit is een gok, want ik weet niet wat hij doet. Hij zou natuurlijk ook gewoon. Hij gooit Magmatron erbij. Dat is een 10-2 toch? Nee, toch niet. Hé, wat was dit dan? Oké, okay, als een speler een kaart speelt, doet Magmatron 2 schade. Hij gaat face. Tuurlijk gaat hij face. Dat is best slim van hem. Oké. Ben ik dood de volgende beurt? Ja, ik ben dood de volgende beurt. Tenzij ik... Nee, niet tenzij. Ik ben echt dood de volgende beurt.
Dat is balen. Hij heeft hier 9 liggen en ik heb 9. Ja. Dit was niet slim. Ja, ik ga daar hartstikke aan. Maar dat ding valt tont, dat scheelt. Oh, dat scheelt echt wel. Wacht even. Ja. Als ik nu geen kaart meer speel. En die laat liggen. Wacht even hoor. Ga ik dit dan overleven? Gaan we even kijken. Ik heb geen idee. Ik laat 6 manen liggen. Oh, ik ben zo druk bezig. Nee, dat doe ik expres. Want anders moet ik kan geen kaarten spelen. Want anders raak ik beschadigd. Oké, okay, 4 damage. Hij krijgt wel schade. Hij tikt hem weg. En ik ben dood. Shit, ik ben toch dood. Ah, wat balen. Oh. Oh, man. Het was ook zo stom van mij dat ik... Oh, wat stom, wat stom, wat stom. Nou, goed. Zullen we dit potje snel vergeten? Ik ga gauw door naar de volgende. Oh, oké. Okay. Oh, oké. Okay. Ik moet even denken wat dat de beste strategie is. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Uther versus Omnitron Defense System. Oké. Okay. Heb ik wat goedkopers dan de Blackwing Technician? Ik weet het eigenlijk niet meer. Wat heb ik net ook alweer allemaal gehad? Nou. Ik haal er even 2 weg. Kijk wat ik terugkrijg. Oh ja, Alder Peacekeeper, Blessing of Kings. Ik kan sowieso de eerste beurt denk ik niks, hè. Dan gaat hij dus weer... Oké, okay, Cockmaster. Maar dat gaat straks hartstikke mis, want dan komt de... Arcanotron, dat is een mech en dan wordt dit ding sterker. Arcanotron. Potatoes, potatoes. Spell damage plus 2. Oké, okay. Best wel interessant om die eigenlijk te laten liggen. Omdat Consecration dan 4 schade doet. Maar het kan natuurlijk zijn dat hij zichzelf erin stort. Oh. Rerouting excess energy. Ja, dat had ik niet helemaal verwacht. Hurry up! Portals online! Nou, goed. Dit loopt even anders dan ik had gehoopt. Wij... Wat gaan we doen? Zal ik gewoon de Dragonkin opgooien? Geef ik hem iets om wat mee te doen. Ik wacht nog even met Consecrate. Ik denk dat het wel belangrijk is om die straks te gebruiken. Ik heb nu een Toxicron erbij. Kijk, en nu is het handig om Consecrate te gebruiken volgens mij. Als ik deze target met een spel, dan krijgt hij plus 1, plus 1. Dus als ik nu Consecrate gebruik, alles wegvaag van het bord. En ik geef mijn draak plus 1, plus 1. Dan krijgt hij dus nog wat meer. Dan krijgt hij Divine Shield en dan tik ik hem in zijn gezicht. Come close and listen. Iron Sensei komt tevoorschijn. Wij kunnen daarop niet echt een antwoord geven. Nou ja, aan de andere kant, we kunnen ook gewoon Blessing of Kings gebruiken en dit ding nog sterker maken. Zullen we dat doen? Dan laten we de Iron Sensei nog even liggen. Rewarding for duty.
Want die wordt nog sterker, hè? Hop. Kijk, dat bedoel ik. Daar komt de elektron erbij. Wat heeft hij ook alweer? Alle spreuk kosten 3 minder. Oké. Ik kan nu 11 damage doen. Even zien hoor. Ik kan ook deze combinatie opwerpen. Dit is ook een draak, toch? Die kost 4, maar als ik deze neergooi, dan wordt die 2. En ik heb 7. Ja, laten we dat maar gewoon doen. Hop. Kijk, er zijn nog een zware jongens op het veld. Ik zou ervoor kunnen kiezen om Electron uit te schakelen. Maar ik gok er gewoon op. Ik gok erop dat het hem niet gaat lukken om zichzelf een stuk langer in leven te houden. Oké, goed, de front neer. Dan heb ik hem. Ja. Toch? Ja. Ik heb hem. Cool. Kunnen we nog wat leuks doen voor het effect? Gewoon voor de fun. Niet echt, hè. Dit is wel leuk om te doen. Hoppa. En dan doen we dit. En dan doen we dit. En het zit erop. Goed. Dit was leuk. Dit was erg leuk. We hebben het bijgekregen. Solemn Vigil. Een spel voor 5 mana. Die zegt dat je 2 kaarten kunt trekken. En dat deze spel kost 1 minder voor elke minion die is doodgegaan in de bepaalde beurt waar je dan in zit. Dus op zich best wel een aardige kaart. Die hebben we er nu bij. En dat betekent dat Blackrock Mountain voor wat betreft het winnen van kaarten erop zit. Wat natuurlijk wel overblijft. Maar daar ga ik verder niks mee doen hoor. De mensen vragen wel eens naar. Is Heroic. Die... Dan krijgen al die... Dan kun je verder niks mee winnen. Ja, volgens mij kun je alleen een achterkantje voor je kaarten winnen. Maar volgens mij geen kaarten zelf meer. En dat zijn gewoon super moeilijke versies van de bazen. Dus even kijken als voorbeeld. Als je zeg maar in normaal het zou opnemen tegen... The Dark Iron Dwarves are enslaved by Ragnaros. Fight through them to reach the Fire Lord. Tegen de Grim Gustler, dan... Ik laat het gewoon even zien. We hebben even de tijd, toch? Ik kan het je even laten zien. Dan... Maakt niet uit, ik pak gewoon de priester. Dan heeft hij een bepaalde gezondheid. Ik denk, het zal 30 zijn waarschijnlijk. Hup, komt hij aan. Ik ga het even uit, hoor, zometeen. Insulting each other. Kijk. Hij heeft... De Grim Gustler. Ja, prima. Kijk, even kijken wat hij heeft. Hij begint met potje met 30 damage. Ja, 30 leven, zie? En ik ook 30 leven. Dus, als je Heroic zou spelen... Zijn spel kost 0, zijn hero spel kost 0 euro. Of 0 euro, 0 mana. Als je dat in Heroic zou spelen... De eerste... Dan heeft hij waarschijnlijk iets andere statistieken. Maar vaak is het extreem moeilijk. Zet in Stuff on Fire. Doe eens. Een Slaving Dwarves. Kijk. Anduin versus the Grim Guzzler. Heette die net een Corn Debrew? Maar dat zal wel. Oké. Okay. En confirm. En dan... 30. Dan is er iets anders met hem aan de hand. Juist. Kijk, dan komt er een schildje bij op van 15. Dus hij is eigenlijk 45. Dat maakt het aanzienlijk moeilijker. Maar je kunt er niet zoveel mee winnen verder. Behalve een kaart. Achterkantje van een kaart.
Daar heb ik nu zoveel haast mee. Ik weet wel, naar Framas ben ik wel eens een poosje bezig geweest. En dan heb ik op dit moment deze van gedaan. Dus je hebt nog 1, 2, 3, 4, 5, 6 heroic missies te gaan in Noxramas. En dan heb ik ook die gehaald. Maar het is zo moeilijk. Zo ontzettend moeilijk. Kijk, Blackrock Mountain zit er wat mij betreft nu gewoon op. Ik hoop wel dat je het leuk vond. Laat het weten hieronder. Ik zit nog te spelen met een aantal ideetjes. Bijvoorbeeld dat ik misschien dat ik op de Amerikaanse server, waar ik nog helemaal geen kaarten heb, een free-to-play serie ga starten. Of in ieder geval een free-to-play livestream serie ga starten. Dus dat ik gewoon zonder te betalen probeer zo ver mogelijk te komen. En dat heeft ook te maken met omdat ik erg nieuwsgierig ben naar hoe ver je nu kunt komen in het spel als je geen geld aan uitgeeft. Nou, aan mijn kant kan ik dat natuurlijk niet zeggen, want ik heb er best wel geld ingestopt. Maar op de Amerikaanse server heb ik gewoon een blanco account. Dus ik heb daar de tutorial op gespeeld en ik heb vervolgens nog helemaal niks. En daarmee wil ik denk ik wat gaan doen op livestreamgebied. En dan is het misschien wel leuk voor mensen die net zo die ook zeggen van ja, ik wil geen geld uitgeven aan het spel. Dat die er misschien wat aan hebben. Om te kijken of je dan zo zeg maar heel ver kunt komen. Dus dat leek me leuk om te doen. Maar ik weet niet precies hoe. En ik ben er nog even over aan het nadenken. Maar laat gerust even je idee hieronder achter als je dat leuk, als je daar een bepaald idee mee hebt. Hey, Blackrock Mountain tot zover. Bedankt voor het kijken. Als je tot nu toe alles hebt gezien. De playlist, daar vind je alles gewoon in. Dus als je wat dingen gemist hebt, check het daar ook eventjes. Duimpje omhoog is ontzettend welkom. Deel de video met iedereen waarvan je denkt die het ook tof gaat vinden. En dan zie ik je dolgraag de volgende keer weer terug. Bye bye.